Welkom op deze mooie dag. Afsluiting van het seizoen. En tevens dus ook de bekendmaking van de strijder van het jaar. En ja, wat is een strijder van het jaar? Daar hebben wij gedurende dit seizoen in totaal maar liefst 5 spelers voor genomineerd. Elke 2 maanden hebben alle trainers, spelers uit hun team aangedragen waaruit elke keer een genomineerde is ontstaan. En wat hebben die spelers dan gedaan om genomineerd te worden? Dat zijn spelers die voor ons de clubwaarde van FC Groningen vertegenwoordigen. Ze laten topsportgedrag zien binnen, buiten het veld, hebben hun zaakjes goed voor elkaar. En laten ook zien dat ze een hele mooie ontwikkeling op het voetbalveld voor elkaar krijgen. Ik ga jullie niet langer in spanning houden en de strijder van het jaar bekendmaken. Dat is niemand minder geworden dan Tijmen Blokzijl. Tijmen, je bent strijder van het jaar geworden. Yes. Hoe voelt dat? Ja, superleuk. Super mooie eer om strijder van het jaar te worden. Waarom denk je dat je strijder van het jaar bent geworden? Ik denk heel goed seizoen gehad. Goede stappen gezet in mijn ontwikkeling. Veel bij onder 21 gespeeld dit seizoen. Ook een aantal momenten bij het eerste. En ik denk dat ik me daar steeds goed heb aangepast aan het niveau. En ook natuurlijk EK gespeeld met Nederland zelf onder 17. Dus wel goede dingen meegemaakt dit seizoen. Tijmen, van harte gefeliciteerd met Wes Westens strijder van het jaar. Ik hoop wel dat je wat langer blijft dan de vorige strijder, want die is uitgevlogen. Yes. Dus ik hoop dat jij langer bij FC Groningen blijft. En van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Bij deze de bloemen. Top, bedankt. Een foutje voor een ritje met de boot, dus ga lekker varen met je familie. En de poster met een mooie afbeelding van jou en de Wes Westens strijder. Top, dank u wel. Nou, graag gedaan en succes en geniet van deze mooie titel. Dank u wel. Tijmen, als ik even terugga en kijk naar het afgelopen seizoen, dan begon dat best wel verrassend bij de voorbereiding van het eerste. Ben je daar aangesloten, eigenlijk als, je bent nog steeds jong, maar als hele jonge speler meedraaien in de voorbereiding. Vervolgens in het seizoen spelen en trainen bij onder 18. Spelen en trainen bij onder 21. Ondertussen doorgaan met je opleiding. Luca zei het al, je zaakjes goed voor elkaar. Initiatief nemen, daar houden we van. Presteren op het veld, rondom het veld een voorbeeld zijn. Dat heb je afgelopen seizoen allemaal laten zien. Ik wil in ieder geval graag nog één keer een heel groot applaus voor Tijmen. Wat zijn jouw doelen voor komend seizoen? Komend seizoen natuurlijk blijven doorontwikkelen, mezelf laten zien. En, ik hoop dit seizoen gewoon zoveel mogelijk momenten bij het eerste te zijn. En dan hoop ik ook mijn debuut te maken dit jaar.